In deze video zal ik tips geven voor een zakelijke klant om een printer aan te schaffen. Als u een printer nodig heeft voor uw bedrijf, is het echt verstandig om op een aantal dingen te letten. Bijvoorbeeld, hoeveel papier gebruikt u? Gebruikt u alleen normaal papier of gebruikt u ook briefpapier? Als u ook briefpapier gebruikt, kan het heel handig zijn om een printer te kiezen waar ook een extra papierlade aan kan. Zo hoeft u nooit het papier om te wisselen en dat is weer productiever. Tevoren ook een beetje hoeveel u ongeveer print. Dat kan per week zijn of per maand. En pas daar de aanschaf op aan. Dan moet u ook zien, een duurdere printer heeft vaak ook een grotere toner met meer capaciteit, waardoor u dus langer kunt printen en dat is uiteindelijk natuurlijk voordeliger. Zeker als u veel print, dan verdient u dat vaak in een jaar eigenlijk al terug op de aanschafprijs. Wat ook handig is om te denken is of u veel kopieert en of u meerdere vellen tegelijkertijd kopieert, want dan is een ADF erg handig. Dan kunt u meerdere vellen tegelijkertijd kopiëren. Heeft u een netwerkaansluiting nodig? Of werkt u liever draadloos? Zeker als er met meerdere mensen gewerkt wordt, is een netwerkprinter echt aan te raden. Print u veel kleur, dan is het wellicht verstandig om een kleurenlaser aan te schaffen. Maar is het incidenteel, dan kan het voordeliger zijn om een zwart-wit laserprinter aan te schaffen en daarnaast een kleine inktprinter. Dat is per saldo vele malen voordeliger dan een kleurenlaserprinter dan. Omdat de kleurenlasers printen even goed mee, ook al print u het merendeel zwart. Dus uiteindelijk print dat heel duur. Dus we zien vaak dat sommige klanten ervoor kiezen om dan een grote zwart-wit laser te nemen. Inderdaad een kleine inktprinter daarnaast voor de incidentele kleurenprintjes die ze nodig hebben. Wat ook handig kan zijn in sommige bedrijven is de optie om dubbelzijdig te kunnen printen. Let wel, eigenlijk alle opties zoals een ADF en dubbelzijdig printen maken de printen duurder. Dus bedenk goed of u het echt nodig heeft, want anders kan het nog een hoop geld schelen om het niet te nemen.